Anton Jansen. Ja, die tweede helft. Ja, en de eerste helft. Ja, die eerste 12 minuten. Hoe verklaar je dat je zo speelt de eerste beginfase van de wedstrijd? Dat je Rode JC continu achter je verdediging laat passeren. Steekballen. Hoe zit jij daar op die bank na nog geen 12 minuten 0-0-2? Nou, ik denk eigenlijk dat we van begin af aan het initiatief genomen hebben. En vooruit hebben verdedigd. Eigenlijk constant met veel lef gespeeld. Maar ja, heel terecht zeg je, de eerste 15 minuten, de eerste 12 minuten, wordt er een paar keer verschrikkelijk doorheen gespeeld. En dat komt omdat we niet goed doordekken, dat we niet helemaal goed staan. Daar een beetje twijfels in hebben. En Roda die heeft daar fantastisch van geprofiteerd. En dat is zeer vervelend, want dan kan het zijn dat je in 12 minuten de wedstrijd weggeeft. Aan de andere kant, we zijn constant op zoek, blijven gaan naar de goal. Dat heeft geresulteerd in onnoemelijk veel kansen, volgens mij. Ja, die eerste helft, Comboy schiet dan een keer op de lat, maar verder creëer je weinig. En dan is het wel zo met rust dat die 0-2 misschien ook al terecht is, maar dat het eigenlijk ook op slot zat. Vond je het niet? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat we juist heel veel kansen gecreëerd hebben. Volgens mij, ik denk wel tussen de 10 en 15 kansen, doelpogingen. Maar ja, die bal die gaat er niet in. En dan sta je met 2-0 achter met de rust. Desondanks, ja, we hebben wat aandacht aan het verdedigende gedeelte besteed. Maar ook vooral gezegd, ja jongens, we spelen goed. Dus vooral zo doorgaan. En je kan deze wedstrijd ook met 5-2 winnen. En daar ging het ook naar uitzien. Nou, na de 4-2. Het is natuurlijk fantastisch dat we dan ineens 4 goals maken. Dat dan gaan die ballen er wel in. Echt een compliment voor de ploeg. Met de durf en de lef en het leeuwenhart waarmee we gespeeld hebben. Na de 4-2 zie je dan weer even de druk afnemen. Ja, dan kom je weer onnodig onder druk te staan. En uiteindelijk waren 4 goals genoeg. Ja, dan kom je misschien ook al een beetje weg. Gelukkig weg met die hensbal. Want het was echt hens. Hij kwam op zijn hand, maar goed, ik vind het geen bewuste hensbal. Dus ik denk dat het terecht de beslissing van de scheidsrechter was. Dan win je zo'n wedstrijd. Het is hectisch in Nijmegen. Dit moet vooral vandaag ook na zo'n achterstand enorm goed voelen. Want ik kan me voorstellen, ook in die rust, dat het echt gekookt heeft in die kleedkamer. Nou ja, we weten dat het een hele belangrijke wedstrijd was voor ons. En, we zouden op 3 punten van Roda kunnen komen. Dus deze wedstrijd, ja goed, de laatste 3 wedstrijden thuis, daar weer er 2 van. Dus we weten met het publiek erachter dat we tot veel in staat zijn. Als je dan heel snel met 2-0 achterkomt, dan is dat echt tegenvallen. Nou, desondanks zijn we gewoon door blijven gaan. En is het een goede overwinning geworden, denk ik. Een terechte overwinning, denk ik ook. En wel een overwinning waar we ontzettend blij mee zijn. Naar Verona voor, die was niet heel blij. Die loopt met toch wel gefrustreerd de kleedkamer uit. Hoe kan dat? Je wint toch? Jawel. En ik kan me de teleurstelling vanaf aan de ene kant heel goed voorstellen. Hè, want die wil graag natuurlijk op het veld en zijn talent eten leren. Aan de andere kant is er ook het teambelang. En werd hij op het laatst ingebracht natuurlijk. Ook een beetje om wat tijd te rekken. Maar goed, hij is jong en nu is even de teleurstelling en NAF zit prima in elkaar. Dus dat zal hij in de loop van de avond prima begrijpen. Kop koffie en dan komt het wel weer goed. Absoluut. Succes, dankjewel. Dankjewel.